De bewustwording bij de bevolking over het gevaar van het COVID-19-virus en de handhaving van de wetgeving om het in te dammen zijn verontrustend. Antivaxxers zijn gevaarlijker dan het virus zelf. Dit waren enkele opmerkingen van DNA-voorzitter Deo Charman gisteren tijdens een openbare vergadering. Charman stelt dat een betere handhaving van de wetgeving ter bestrijding van het virus noodzakelijk is, omdat het op enkele gebieden in het land te wensen overlaat. Dus je ziet wel dat zeker bij deze variant de bestaande vaccinaties, de bestaande vaccins die worden toegediend bij ons, dat die bescherming biedt tegen deze nieuwe varianten. Welke nieuwe varianten over 2 maanden en 3 maanden zich aandienen, weten we niet. En misschien ontwikkelen we een eigen Surinaamse variant omdat mensen weigeren te vaccineren. Dus daarom mijn oproep, laat u zich vaccineren. En gelooft u mij, als u niet gaat vaccineren en de antivaxxers, die zijn even gevaarlijk als het virus zelf. Want u zorgt ervoor dat die mindset van de mensen negatief wordt gedraaid en dat mensen weigeren gevaccineerd. En dat is precies wat wij niet moeten hebben, voorzitter. DNA-vicevoorzitter Charman zegt verder dat de overheid een plicht heeft om de samenleving te beschermen middels wet en regelgeving. De vicevoorzitter stelt dat de Surinaamse samenleving ervan bewust moet zijn dat vaccineren de enige manier is om te voorkomen dat steeds meer COVID-19-varianten ontstaan. Hij benadrukt dat niemand wordt gedwongen, maar het besef moet er zijn dat het bewezen is dat alleen vaccinaties tot nu toe beschermen.